je mee op avontuur, naar de stad of de natuur. Kom, dan trekken wij de wijde wereld in. Ga je mee, ik heb een goed idee. Met prins en ploes, de liefste hond en poes. Ze beleven alle uren, de mooiste avonturen. Dat zijn prins en ploes, dat zijn prins en ploes. Ga mee met prins en ploes. Dag, lieve puppyvriendjes en vriendinnetjes. Ik ben Ploes de Poes en ik ben vandaag bij de kinderboerderij. De kinderboerderij is heel leuk en er wonen hier zoveel dieren, zoals het kalf Geraldine, maar ook de varkens Pleun en Pim. Er zijn konijnen, geiten, schapen, kippen, cavia's en noem maar op. Wij zijn op pad met juffrouw Geertje, die alles weet over de dieren. En vandaag mogen we de ponies naar buiten brengen. Ja hoor. Ja, want het wordt een beetje warm. Doe maar lekker de jas uit. Hoe heten ze? Deze ponies heten Sophie en Wilma. Ah, zijn het twee meisjes dan? Het zijn inderdaad twee meisjes. Wat eten ze? De ponies eten vooral gras en hooi. En waarom mag je niet achter een pony staan, juffrouw Geertje? Omdat ponies wel eens naar achteren kunnen trappen. En als je erachter staat, dan trappen ze heel hard. Ja, dat weet ik nog wel. Oké, okay, ja. Lusten ze ook appels? Ja, maar ook daar worden ze weer dik van. Er lopen poes op de kinderboerderij. Wonen die hier? Ja, de poesen wonen hier op de kinderboerderij. Oh, en wonen er ook honden op de kinderboerderij? Op de kinderboerderij mogen geen honden komen. Maar waarom niet? Omdat ze dan alle dieren gaan plagen. Oh? Weet u, Prins de Hond is mijn beste vriend en die plaagt echt geen dieren, hoor. Ja. En toch mogen ze hier niet komen. Zelfs Prins niet. Jammer, Prins. Dus jij mag hier niet komen. We hebben ook nog geiten. En die mogen ook nog gevoerd worden. Komen jullie me daarmee helpen? Het voer gaat zometeen in de bakken. Dan gaan we de geiten vastzetten. Dan gaan de voerbakken in de ring. En dan kunnen de geiten eten. Oh, dus de geiten moeten vaststaan. Ja, want anders eten ze elkaars voer allemaal op. En dan gaan ze ruzie maken. En zijn die kleintjes de baby's? Nee, de kleintjes zijn geen baby's. Oh, dat zijn dwerggeiten. Niet in de bakken staan. Oh, lief hè. Niet in de bakken. Prins en Ploes, dat zijn Prins en Ploes. Ga mee met Prins en Ploes.